moment, the men have won the FIFA match. Dus in Barcelona en Borussia Dortmund. Ik wens jullie veel plezier. Ik ben Barcelona. Hier, Messi. Messi moet spurten. En mensen, ik ga ook zo'n carrière moeten beginnen voor jullie met Club Brugge. Dat doe ik pas al in de vakantie. Hier is Suarez. Hier is Suarez. Messi! Messi tegen de paal. Meent je niet? Kun je toch niet menen, mensen? Messi, paal. Je bent een schoonheid, hè, Messi? Ik hoorde trappen, maar er stond iemand in de weg. Weet je wie misschien Barcelona moet kopen? Thomas Meunier. Dat is goed. Of Ozil kunnen ze goed gebruiken. Dus nu is Borussia Dortmund aan de bal, nu ben ik terug aan de bal. Hier, Messi. Messi dribbelen, Messi dribbelen. Oh, Suarez maakt hem nog niet eens af. Rakitic moest trappen in één keer, mensen, dus ik kon niks. Aubameyang kan hier zijn, een snelle Neymar. Yes, we hebben hem, ze hebben het tegenvoud. Nu moeten we proberen te scoren vanaf zover. En wie gaat dat lukken? Messi! Gaat Messi trappen? Ja, Messi gaat trappen. Oh, bijna Messi. Maar weer al, geen goal, ja. We spelen in de nieuwe selectie van Barcelona. Een 3-4-3 eruit. Dus ja, dat is een goede opstelling. Ik zal hem maar pakken als ik jullie was, mensen. Kan helpen. Genoeg aanvallers, genoeg middenvelders, behalve de verdediging is zwak. Maar ja, Messi is een beetje dribbelen. Nu is hij, Messi voorbij. Messi, goal! Goal! Messi moest eens dribbelen en dan, nu is hij. En hij schiet nog tegen een andere, zelfs van een voet. Messi! Barcelona op 1-0. Borussia Dortmund kan de bom in. Ze waren goed bij Manchester United en nu zijn ze beter. Nu spelen ze beter. Oh, ik had geluk. Anders had die bal bij mij ingevlogen. Messi, Jusse, Messi, Miss, Kappen. Dus ja, u ziet het, de mensen. De Messi is goed. Maar als ze de bal wil afpakken, dat is soms zwak. Heel zwak. Royce.
Guerrero, Aubameyang, Aubameyang, Ouça, Aubameyang, opa, Dembélé, Dembélé está zwak, Dembélé está zwak, o kunnen aanlopen. En hier, Rakitic, Rakitic, kan de bal nog controleren? Nee, Rakitic is te slaap. Ik hoop dat ze bij de volgende transferperiode wat sterke spelers bij gaan kopen, want anders bij dezelfde 24 blijven heeft geen zin. Neymar? Anneke, ik wil net trappen, mensen. Oké, we zijn aan de tweede helft begonnen. We gaan zo dadelijk een Arda Turan inzetten. Arda. Umtiti ging ervoor staan. Umtiti is de redder. Als we nu deze hoekschop hebben, zijn we in één keer goed af van alle dingen hier. Spring! Hopla! Messi, geen bal. En hier, Luis Suarez is vrij. Messi! Messi kan trappen, maar niet te gooien. Want hij springt al in de lucht als hem een aap was. Ja, een aap. Als die bal binnen was, hè? Juist, mensen, dan had ik een mooie wereldgoal op mijn naam staan. Ja, zolang moet ik eens heel goed kunnen oefenen, eerst ik. We staan nog steeds 1-0 voor, mensen, dus. Gewoon vervelende spelers. Messi. Messi. Messi is een snelle. Messi. Kappen. Messi is snel op de been terug. Aubameyang kan er niet meer. Aubameyang zit te treuzelen en Barça niet. Oké. Heeft Neymar de bal van de Bijlen niet afgepakt of niet? Oké, we hebben de bal. We hebben de bal. Suarez. Rakitic. Rakitic. Oh, kom aan, Aubameyang. Aubameyang is weer vrij. Oh, ze hadden een kopkans, maar niet meer. Oké, we gaan een wissel zetten. Hier, Arda Turan. Hier, Sergio Roberto. En hier, André Gomes. Misschien is dat jullie favoriete speler, Arda Turan, ik weet niet. Ik heb hem er maar ingezet als krachtspeler.
Iniesta, Neymar, Neymar. Niet de goal, is niet gevallen. Roberto, Arda, Arda. Arda Turan komt de bal terug opnieuw meenemen, maar nee. Allee, Arda Turan. Allee mensen, moedig Arda Turan een beetje aan. Arda Turan kan misschien in die laatste 3 minuten nog scoren. Laatste kans! We hebben gewonnen! Meno, ja, van de Messi. Maar ja, dit is de Messi, hè. Allee, dat was het dan. Barcelona. De eindstand is 1-0 geworden voor Barcelona. Dus Barcelona.